In verband met 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld sluit de Youth Advisory Group van de United Nations Population Fund in Suriname dit jaar af met een mural project waarbij er een muurschildering wordt gemaakt op de dijk van New Amsterdam. De muurschildering geeft een verhaallijn aan van de meest voorkomende vormen van gendergerelateerd geweld en de bestemming die uiteindelijk bereikt moet worden waarbij een ieder harmonieus kan leven in een gendergelijke wereld. Dit project werd met ruim $3000 ondersteund door het residerende coördinatiekantoor van de Verenigde Naties en de Amerikaanse ambassade. Michael Keyes van de Amerikaanse ambassade zegt dat gendergerelateerd geweld beter kan worden aangepakt als het een topprioriteit wordt. Hij benadrukt echter dat de pandemie het heel uitdagend maakt om dit te doen. But while we're fighting COVID-19, we don't want to lose sight of the other very important issues that we have to also deal with. And just like in Suriname, in the US where I'm from, we're struggling with issues of suicide, of violence, domestic violence at home, alcoholism, drug abuse. All of these things are exacerbated by the COVID-19 pandemic because people feel hopeless and they feel powerless, and a lot of people don't have work. Lockdowns are causing people to stay at home when they normally would not be at home. And it's putting a lot of stress on society and on families. And that's the same here, I suppose, in Suriname. So while your leaders rightly are focusing on trying to get a control of the pandemic and trying to deal with the medical consequences of it, it's important also, I think, that as a society, you know, the Surinamese people recognize that this is a danger, right? That gender-based violence may increase or is increasing as a result of the pandemic, and that they need to continue to address it even while they're addressing the medical consequences of COVID-19. Kees zegt verder dat de Amerikaanse ambassade Suriname zal blijven ondersteunen middels onder andere fondsen en beursmogelijkheden. De geselecteerde kandidaten krijgen dan de kans om onderzoek te doen naar dit onderwerp, zodat het probleem beter aangepakt kan worden. So, the main thing I think is that each country is going to have its own plan, its own way of responding to the issue or trying to address the issue of gender-based violence. And our job, as we see it, is really to kind of to support those efforts where it makes sense, where it's most useful. We can't solve the problem of gender-based violence in every single country in the world. That has to be an issue that those individual countries and the leaders and activists in those countries deal with. But we can support them with funding, with know-how, and with moral support. Maar de fondsen zijn in het kader van 16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld ook andere projecten uitgevoerd. Hakim Lal Mohamed, coach van de Youth Advisory Group, noemt als voorbeeld de trainingssessie die werd verzorgd voor een groep doven. Ook het werk dat de leden hebben verricht om het bewustzijn van gendergerelateerd geweld te vergroten. En dat hebben wij volgens mij nog nooit kunnen doen. Omdat het een uitdaging is. Het is een uitdaging om te communiceren met hun. En daarvoor hadden we dus dan een tolker, mevrouw Rosita Etnel, die ons heeft geholpen. En zo hebben we ook de informatie die zij nodig hebben over gender-based violence overgebracht aan hun. En zo zijn er dan andere projecten die ook zijn uitgevoerd naast deze trainingssessie met de doven. Hebben we dan ook een virtuele dialoog gehad waar ook enkele uitgaves gedaan zijn geworden. En waarover ging die virtuele dialoog? De virtual dialoog ging over gender-based violence, maar dan in gender-based violence in home spaces en in public spaces. De meest voorkomende vorm van gendergerelateerd geweld in Suriname is intiem partnergeweld. Wereldwijd is 1 op de 3 vrouwen een slachtoffer geweest van intiem partnergeweld.